Het leidt beschaaid. Honderden meter stroom op het Ameland binnen inam troch het saneemde harig mosdiertje. Oornemers Poelstra had het er al dagen, maar wat drok mij? Wij binnen vorige week inschakeld om met shovels en kranen en dumpers probeert het meeste op te ruimen. In ieder geval eerst voor de veiligheid bij het badstrand. En ja, dat is nou verder aan de instanties om te zien wat ze ermee moeten en wat ze ermee kennen. Wethouder Faber is op het strand om te zien wat de gemeente omhaat met deze vervelende situatie. Want het mosk stinkt als een mut. Krijg nou het eiland vol is met badgasten. In het begin viel het wel met, maar met de hoeveelheden die er nou liggen, dan, nou, het stinkt. Dus, het stinkt echt heel erg. Als je beneden wind staat van de bulten, dan is stinkt het echt heel erg. Ja, en hoeveel denken we dat je leidt? Ja, ik vind het moeilijk inschatten. Maar je ziet dat de vloedlijn hier nou, toch zeker over een lengte van, ik denk een aantal kilometers wel vol let. Met een hoogte van 80 centimeter, een beetje wisselend. Sommige stukjes letten een centimeter of 10. Maar er let echt een heleboel. De komende dagen zal de oornemer het mosk oprijden.